En we zijn aangekomen bij toer 18. En toer 18 gingen we met paarscharen aanhechten, dus daar gaan we. Er staat bij toer 18, herhaal toer 13 en dan de laatste steek doen we met crème garen doorhalen voor toer 19. Dus we gaan toer 13 herhalen en daar stond dat we halve stokjes gaan maken. We hebben de gekruiste stokjes gemaakt en als het goed is heb je het eerste steekje gemarkeerd. Heb je dat nog niet gedaan, is je markeerder eruit of iets, kan je nog steeds kijken waar je in moet steken. Je ziet hier de gekruiste stokjes. Dit is je tweede stokje die voorlangs ging. Dus als je hem omdraait je werkje, zie je dat dit de tweede steek is. De steek ervoor, die wij gemarkeerd hebben, maar stel voor dat het niet gebeurd is, zie je één steek ervoor zitten. Daar ga je insteken, dat is je eerste steek. En daar ga je een draadje halen. Even kijken, want ik had de toer gisteren was ik begonnen. Maar er kwam iets tussen, dus mijn draadje heb ik al afgeknipt. We gaan het paarse draadje er doorheen halen. Door het lusje van je haaknaald trek het draadje aan. En als je hem nog niet afgeknipt hebt, knip je blauwe draad af. Dan zijn we klaar voor toer 18. Ga ik even een markeertje eruit halen. Anders zit hij natuurlijk in de weg. Zo. En dan zijn we er klaar voor. We gaan voor toer 18 eerst één losse omhoog. Even dat draadje aantrekken. Eén losse omhoog en dan zijn we voor toer 18. In dezelfde steek, dus hier waar we aangehecht hebben, gaan we ook een half stokje maken voor de eerste steek. En dan in elke volgende steek gaan we een half stokje maken. Je kan aan de voorkant zien waar je moet insteken, want je ziet dat bij de gekruiste stokjes je steeds twee draadjes hier, of twee openingen hier ziet. Je kan ook je werkje altijd even omdraaien. We hebben een omslag. Als je hem omdraait zie je precies dat je hier in de steek moet insteken en een half stokje maken. Is 2. Aan de bovenkant insteken. En dat is 3. En zo gaan we helemaal tot het einde van de toer halve stokjes haken. En ik heb er intussen 30 en jij hebt er waarschijnlijk 2 meer als dat je hiervoor had, want we hebben natuurlijk gemeerd. Ik moest even kijken, zeg ik het goed, maar dat klopt. We hebben er dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, een beetje omhoog pakken, 26, 27, 28, 29 en 30. Dus hij klopt weer helemaal. Gaan we zometeen met beige of wit garen gaan we aanhechten voor toer 19. En dan zie ik je graag zo meteen terug. In toer 19 gaan we de duim haken. Dus daar gaan we in toer 19. Dus tot zo!